I'm done. Yo mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video en vandaag ben ik echt zo blij gewoon. Black Ops 4 is eindelijk aangebroken. Dus jullie kunnen met z'n allen gaan spelen, je kan het op disc gaan spelen, je kan het als je het gepreorderd hebt gaan spelen, je kan het gewoon spelen. En vandaag ga ik gewoon een potje TDM, Chaos TDM, dus dan 6 tegen 6 spelen op de map Summit. En jullie weten het, Summit, die zat in Black Ops 1. En die zat ook in Black Ops 3 remake, dus we gaan meteen een van de oude Call of Duty maps gaan spelen. En ik ben echt benieuwd, ik vind het gewoon zo leuk. Ik heb al een paar potjes kunnen spelen. En ik ga echt oprecht maar hard. Het is wel opletten waar je naartoe loopt, je moet een beetje tactisch gaan lopen. Wat wel aan te merken zal vallen aan het begin van de game, dat de spawns een beetje raar doen, maar dat is natuurlijk logisch. Ze moeten wel nog een beetje de spawns gaan tunen. En oeh, ja, en ik heb ook de UAV aanstaan, ik heb de Hailstorm aanstaan en ik heb de Attack Chopper aanstaan. En de Attack Chopper is sterk, die is echt sterk, ga ik nu alvast zeggen. Stond er dan nu nog hier achter in de map? Nee, oké. Maar de Attack Chopper is dus sterk. Ik heb hem al op 2-3 keer gehaald of zo. En ja, ik merkte het meteen niet. Echt, dat ding maakt rete veel kills. Ik vind het niet erg hoor, ik vind het wel leuk. Zolang ik het niet tegen me kreeg. En ja, we gaan hier gewoon een beastpotje van maken. Oh! Dat was net net. Die vent zit hier nog steeds. Uh-oh. Hij is sowieso dood. Oké. Okay. Er staat hier prikkeldraad. Oppassen, oppassen. Oh, daar staat een enemy. Oppa, we kunnen er langs lukken. En dit is leuk. Dit is leuk aan de spawns die kut zijn. Ze gaan hier blijven spawnen. Je kan ze een beetje gaan spawnen trappen, maar er is ook een hele grote kans dat je zelf doodgaat. Oh, als ik daar een granaat had. Zo, lalala. Okay, dat gaan we niet doen. Oh my god. Healen. Het healen moet je natuurlijk zelf gaan doen. Je hebt wel een perk inzetten, dat moet ik zeggen. Dat het healen automatisch gaat, maar ik denk... Oh, dat is teammate, joh. Ik denk niet dat het handig is om die perk te gaan gebruiken. Want, duurt het healen langer. Zeg maar. Het klinkt raar, maar op een of andere manier zal het langer duren. Nee. Ah, nee! Ah, ik wou mijn streaks halen. Ik wou die doktok echt hebben. Maar ik had ook niet door dat ze eigenlijk in mijn rug stonden. Hoppa, grappler. Oh. Nou, die grappler kan je in ieder geval niet splitten. Het is dood. Oh, teammate is nog opgeblazen. Ja, teammate, je zegt misschien what the fuck, maar het was een trip mine. Kan ik je in ieder geval al zeggen. Die dingen zitten er ook weer in. Ah, kutzooi. Ah, die teammate gaf ons 200 HP, maar dat was niet genoeg voor mij. Dan denk ik. Ah, kut. Oh, die sniper kool. Lekkere kill, bro. Lekkere kill staan. Hoeveel? Oh, 25. Ik dacht dat ik zat te kijken. Dit kan niet. Dit kan niet. Maar volgens mij was het een beetje vastgelopen. Natuurlijk, begin van de game. Maakt verder helemaal niet uit als er nog wat technische foutjes in zitten. Maar ik zag ook al dat Charlie Intel tweette. Dat is een vaste informatiesite op Twitter waar ik altijd naar keek over updates van Call of Duty. En ik zag dat ze hun eerste update al uitgevoerd hebben op body armor. Dus je ziet hoe snel... Hoe snel ze erbij zijn. Oh, ze stonden allemaal, joh.
Maar TDM gaat ook tot 75. Oh ja, daar kan het niet op, daar kan het niet op rijden. Okay. Moet hier weg, dat is niet handig. Oké. Okay. Oké, okay, komt hij aan? Kun je nu onderaan? Ja, ik wist het. Eentje boven nog. Nee, dat is niet. Ah, oké. Je hebt de kill, bro. Goed gedaan. Natuurlijk. Oh, ik heb een trofee. We gaan ook nog Blackout spelen. De afloop, of de komende dagen, zeg maar. En we gaan ook sowieso zombies doen. Eerst ga ik een solo run doen. En dan ga ik kijken om met de mensen zombies te gaan doen. Want het lijkt me wel allemaal leuk. Er is wel geen campaign. Dus er zal geen story let's play komen. Cuthond, wauw. 25-10. Ik vind het prima. Ik vind het prima. De XM9 bleef toch wel sterk. Op die korte afstanden, lange afstanden niet meer zo sterk. Maar ja, we gaan gewoon echt de komende dagen knallen. Ik ga livestreams proberen erin te pompen. Ik ga alles doen. Dus we gaan sowieso Blackout doen. Komt er zo snel mogelijk aan. Blackout is gewoon de Battle Royale. Zombies gaan doen. Er zijn een paar nieuwe maps. En een paar oude maps die teruggekomen zijn. Dus ja, er staat nog veel te gebeuren. En ik ga nog veel uploaden de komende dagen. Waarschijnlijk meer dan 2 video's op een dag. Misschien zeg ik. Dus we zijn ook level 10. Dus eerste gameplay voor jullie. Duimpje omhoog waard. Dus ik zie jullie ook de volgende video weer terug, mensen. Bye bye.